Welkom bij Superkids, de kinderkerk waar het elke week feest is. Hey Superkids, ik heb echt zin in een nieuw avontuur. En jullie? Hey Quispel. Wat een saaie dag zeg. Het regent al de hele dag. Oh, zo Quispel, dat was een grote grap. Ja, ik weet niet meer wat ik moet doen. Oh, het regent alleen maar. Het is koud. Ik ben helemaal nat geworden. Oh, ik denk dat ik maar ga slapen of zo. Nou, dat klinkt wel echt als een saaie dag, ja. Maar heb je niet bedacht wat er binnenkort gaat gebeuren dan? Wat gaat er binnenkort gebeuren? Vertel. Nou, ik ga de doos met kerstballen van de zolder halen en ik ga de kerstboom neerzetten. Want over iets meer dan 2 weken is het namelijk al kerst. Oh ja, yeah. joepie. Dat is zeker niet saai. Oh. En weet je, die lampjes zijn zo gezellig. Ik hou van kerst. Ik ben blij dat je er zo blij van wordt, Quispel. En ik heb een idee. Als jij nou gaat slapen, dan beloof ik dat als jij wakker wordt, de kerstboom klaar is. Oh, dat klinkt als een goed plan. Hey, maar Nienke, wat heeft de kerstboom te maken met het nieuwe thema? Nou, dat is een goede vraag voor vandaag. Klap in je handen als je met ons mee op avontuur wil gaan. Maria is druk aan het vegen. Ze maakt haar huisje schoon en is erg blij. Binnenkort gaat ze trouwen met haar vriend Jozef. Als ze opkijkt van het vegen, schrikt ze. Ze ziet opeens een engel in haar huis staan. Huh? Wie is die engel? En wat wil hij van haar? Maria, niet bang zijn, zegt de engel tegen haar. God heeft jou uitgekozen om iets speciaals en iets bijzonders te doen. Je krijgt een baby. De baby is de zoon van God en zijn naam is Jezus. Maria's ogen worden groot van verbazing. Hoe kan dat nou? Maar ik ben nog helemaal niet getrouwd met Jozef, zegt ze. Maar Maria vertrouwt op God. Als dit Gods wil is, dan zal ik dit doen, zegt ze. Ik weet dat God wonderen kan doen. Precies zoals de engel gezegd heeft, wordt Maria zwanger. Ze weet dat haar baby heel speciaal is. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is... rood. Oh, dat is vast het hondenhok van Quispel. Nee, ik bedoel wat anders. Oh, maar dan is het de muts van Nienke. Ja, goed zo. Die bedoelde ik. Hey jongens, mag ik ook meedoen? Je mag zeker meedoen. Oké, let op. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is... bruin. Oh, dat is wel moeilijk. Nou, kijk, ik ga het verklappen. Hier is een glaasje met allemaal kleine bruine hartjes. Hey, en weten jullie nog dat we net naar de Bijbelverhaal hebben geluisterd over dat er een kindje geboren zou worden dat heel speciaal is? Ja, dat klopt. Dat ging namelijk over Jezus. Jezus is de zoon van God. Ik denk dat Maria zich heel speciaal gevoeld heeft, omdat ze de moeder van Jezus was. Ja, dat denk ik ook. En het mooie was, zij wilde graag dat er gedaan werd wat de engelen gezegd hadden. Maar kijk, het is eerst tijd om te zingen en te dansen. Zo is het. Hey Superkids, doen jullie mee? Draai dan alvast een rondje op je plek. Vader in de hemel, ik bid in Jezus' naam. Denk aan uw beloftes en wat u heeft gedaan. Vader in de hemel, dank u voor uw geest. Die herinnert mij aan uw woord als ik het soms vergeet. U geneest, u bevrijdt, angst verdwijnt, de dood die lijkt in Jezus naam. U geneest, u bevrijdt, angst verdwijnt. Doet wat.
dezelfde, nu als toen. Ik weet dat u wonderen kan doen. U bent trouw en uw plan is goed. En uw woord laat zien hoe het moet. Dus ik richt mijn vertrouwen alleen op u. Het gaat gebeuren, al zie ik het nu. U heeft alles in de hand. Dat gaat ver boven mijn verstand. Slapen. Hey, kijk, Superkids, de kerstboom staat er. Ja, natuurlijk. Ik zei toch dat ik de boom zou opzetten vandaag? Oh ja, dat klopt. Dat had je beloofd. Hey, maar wat had de kerstboom nou te maken met het thema van vandaag? Nou, ik hoorde een Bijbelverhaal over Maria. Er kwam een engel bij haar en die vertelde haar dat ze zwanger zou worden van een hele speciale baby. Namelijk Jezus. Ho, wauw. Ja, cool hè. Hey, gebeurde dat ook echt? Jazeker. Maria werd zwanger. God doet namelijk wat hij belooft. Hoho, yes. Ho, het is echt een feest als je iets beloofd wordt. Inderdaad. Hey, Superkids. Volgende week zijn we er weer. Zijn jullie er dan ook? Doei.